President Desi Bouterse is nog steeds niet te spreken over de uitlatingen van het VHP-assembleelid Assis Kumar Gayadin. Het staatshoofd meent dat hij afgelopen dinsdag niet op een correcte wijze is bejegend. Dit zei hij vandaag in gesprek met journalisten te Brokopondo. Bouterse kon zich tijdens de begrotingsbehandeling niet herinneren dat hij in december 2017 de gewijzigde Brokopondo-overeenkomst moest overhandigen aan het parlement. De president ontkende stellig dat die afspraak is gemaakt. Zijn houding zorgde voor enorme woede bij de oppositie. Tijdens de interruptieronde zei een geïrriteerde Gayadin dat het staatshoofd plaats moet maken indien hij geen verantwoording kan afleggen. Het staatshoofd merkte op dat Gayadin ook rekening moet houden dat hij niet met de persoon Bouterse praat, maar met de president. Nou, je moet natuurlijk wel weten, je praat niet tegen Bouterse, je praat tegen de president. En op een bepaald moment moeten we in ieder geval respect opbrengen voor de functie. En als je dat respect niet kan opbrengen, heb ik geen boodschap aan hem, dan ga ik weg. Je was ontevreden dus over de manier hoe hij met u gesproken. Nou, het is geen praat, het is gewoon, die man is ongelikt. En want ik kan hem antwoorden. Maar dan ga ik me op het niveau van hem bewegen, dat wil ik niet. Bouterse zei verder dat hij afhankelijk van zijn nationale agenda vaak in het buitenland zal zijn. Hij gaat hiermee nader in op uitspraken die hij op 25 februari had gedaan. Anders dan critici beweren, zegt de president dat meerdere landen gesprekken met hem willen voeren. Ik moet zaterdag aanstaande. Zou ik in Peru moeten zijn, maar ik ga niet kunnen gaan, want de nationale agenda laat het niet toe. Ik moet naar Marokko, ik moet naar Servië, ik moet naar India, ik moet naar Brazilië. Iedereen schreeuwt om Suriname, maar oké, dan vangen we het op met de structuur. De minister van Buitenlandse Zaken laten we opvangen. In het slechtste geval laten we de ambassadeur ter plekke, laten we dan de zaak waarnemen voor ons. Wel, ik denk wat de Surinamers niet zien. Met me bespreken over de visies, hoe we zaken kunnen realiseren samen. Dus vandaar dat Suriname een hele hoge naam heeft. En wij als Surinamers moeten beseffen dat dit land een geweldig land is, waar met veel natuurlijke hulpbronnen. En dat wij eigenlijk serieuzer met het land moeten omgaan en met elkaar. Tot zover president Desi Bouterse vandaag in gesprek met journalisten te Brokopondo over onder andere het optreden van VHP-assembleelid Assis Kumar Gayadin. Het staatshoofd keurt dit optreden af. Volgens Bouterse was de opstelling van de parlementariër beneden elk niveau.